ik ben de laatste. Ik sta tussen u en de lunch in. Een heel voorrecht. En daarom heb ik ook maar een uur gekregen. Heeft u behoefte aan, hoor ik. Men zegt dat mensen slimme, intelligente wezens zijn. En ik geloof dat ook. Dat bewijst dit. Maar soms zijn we ook wel eens behoorlijk dom. Een beetje dom. En dat bedoel ik niet alleen onze voormalige koning. Dat bedoel ik ons allemaal. Me includes. Waarom makkelijk als het moeilijk kan, lijkt wel haast een vast uitgangspunt in heel veel dingen die we doen. Dat klinkt een beetje dom. Heel veel dingen die we doen, denk ik met z'n allen, zijn niet echt nuttig of niet echt noodzakelijk. Dragen niet echt bij aan een menswaardig bestaan. Je zou dat kunnen typeren als waardeloos. En dat is niet handig. En dan roept de vraag op, kan dat anders? Nou, ik denk dat dat kan. En ik ben CFO, dus dat gaan we zo meteen samen even uitrekenen. Dus wel even opletten. Zelf snap ik het ook nog niet helemaal, maar met wat feedback komen we een heel eind, denk ik. Het is, ik ga wel een paar dingen zeggen, denk ik, die wat ongenuanceerd zijn, die kritisch zijn of ronduit beledigend. Naar bepaalde mensen of beroepsgroepen toe. Maar geloof me, dat bedoel ik echt wel goed. En als u me niet gelooft, nou ja, dan heb ik pech. En dat is, er is nog iets, hè, in mijn mening of mijn ideeën zijn gebaseerd op wat ik zelf ervaren heb. Ik ben inmiddels 56, ik zie er jong uit, dat weet ik, maar ik heb toch al aardig wat ervaring. En ook op de mening van anderen, want je moet leren van de fouten van anderen, vandaag alweer een hoop gedaan, want het leven is te kort om ze zelf allemaal te maken. Even een feitje over deze materie. Het is nog niet zo heel lang geleden, een jaartje of 350, dat we met 95% van de beroepsbevolking op het land werkten, 7 dagen in de week, dag en nacht. En daarmee produceerden we voedsel waar we zo'n beetje gemiddeld 35 mee werden. En dan was het gewoon klaar. Inmiddels werkt nog zo'n 1,5% wereldwijd op het land en produceren we voedsel waarmee we, zeg maar, gemiddeld in Nederland 88 worden. Dit roept natuurlijk een vraag op. Een vraag gerelateerd aan waar ik het over wil hebben. De vraag is, wat zijn die mensen in de lieve vrede gaan doen? Zijn die dingen gaan doen die ertoe doen? Zijn die nuttige dingen gaan doen? Waardevolle dingen. Waarde. Als we over waarde praten, dat gebruiken we vaak, hè, het woord waarde. Ongelooflijk vaak. Maar wat is dat eigenlijk? Weet u dat? Ja, best lastige vraag, hè? Wat is dat eigenlijk? We gebruiken het heel vaak. Nou goed. Wat is waarde? Waarde is de som van de ervaren voordelen gedeeld door de prijs. In het Engels, the sum of the perceived benefits divided by the price. Ik geef even een voorbeeld, want dat zou kunnen helpen. Stel, u bent zeg maar zakelijk bezig en u moet naar Zuid-Frankrijk. U gaat met de auto en uw voornemen is, ik ga dat in één keer doen. Onderweg wordt u moe. En het is ook gewoon onveilig om door te rijden. En u stopt bij een hotel. Prachtig. 40 vierkante meter, jacuzzi, restaurant, roomservice, you name it. Kosten? €395. Waarde? 3 uur slapen? Lastig. Andere situatie. U bent weer bezig en u zit in een dip. En het gaat niet goed. Dat is niet uw schuld, dat is de schuld van de rest van de wereld. Zoals dat meestal is, natuurlijk. En u heeft het helemaal gehad. U heeft recht op het beste van het beste. En u bent weer bij dat hotel. En staat daar met de mensen die veel voor u betekenen. En ze vragen €395. En u zegt, doe maar 400. Waarde, en deze mag u onthouden, is geen prijs. Prijs is geen waarde. Uitermate belangrijk. Een eigen ervaring rondom het begrip waarde. Ik ben begonnen, uitgeloot voor de tandheelkunde, en dan moet je wat, ik was vrij goed in economie, ik weet niet waarom. Toen ben ik zeg maar economie gaan studeren, daarna accountancy. In mijn carrière ben ik begonnen als accountant. Intern accountant zelfs. En al heel snel voelde dat gewoon niet goed. Dat was niet mijn ding. En ja, wat dan? En toen dacht ik, misschien is controller of financieel directeur wel wat. Maar ja, ik was heel jong en hoe kom je daarachter? Dus ik besloot om zeg maar dat te vragen aan een CFO. Dat is een enorme stap, dat voel ik nu nog, dat was eng.
Maar als je die vraag niet gaat stellen, hè, ik heb dat eerder gehoord vandaag, dan kom je er ook niet achter. Dat heb ik gedaan. Ik kreeg echt een afspraak. En wat gebeurde er? Zeg maar, die CFO kwam daar binnen en die zei tegen mij, kom, we gaan. We gaan, waarheen? Naar de postkamer. Oh, dat is bijzonder, had ik niet verwacht. En we zijn daar feitelijk echt, die had je toen nog, hè? Nu hebben we allemaal e-mail en dat soort zaken. We zijn daar gaan zitten en nou ja, er kwamen af en toe wat mensen bij. Hij zei niks. Kunnen zich daar iets bij voorstellen? Ik nog steeds. Verschrikkelijk. Er komen af en toe wat mensen binnen en die halen een brief op. En nog eens een keer een brief en nou, op een gegeven moment gebeurde er niks meer. We zaten onderhand al een half uur. En dat is zeer, zeer oncomfortabel. Vreselijk. Want hij zei ook niks. Dus op een gegeven moment zei ik, wat doen we hier? Ik zei, dat is een goede vraag. En toen zei hij, wat heb je gezien? Nou, ik heb gezien dat er wat mensen zijn geweest die zeg maar post opgehaald hebben. Hij zei, ja, dat klopt. En wat denk je dat er met de rest moet gebeuren? Ik zei, ik heb geen idee. Als jij CFO wil worden, is dat voor jou. Dat is een hele interessante. Daarmee viel voor mij een kwartje. En dat is namelijk deze. Ik werk bij een onderneming in de maakindustrie en ongeveer 55% van de beroepsbevolking werkt in die primaire, secundaire sector. En de rest werkt eromheen. Gechasseerd zou je kunnen zeggen, die bemoeien zich met die onderneming. Maar in die onderneming zitten mensen, die zijn bezig met productontwikkeling, verkopen, produceren, service verlenen. Die hebben geen tijd voor die overheid en die accountant en die bank en die consultant. Dat komt dus ergens terecht. En ja, dat moet iemand doen. En dan kun je ook gelijk afvragen of dat er dan wel toe doet. Als het voor al die mensen in die organisatie niet relevant is. Ik denk het niet. Dat brengt mij op de vraag, wat kost dan die omgeving? Of wat is de collectieve lastendruk? En is die dat dan ook waard? Nou, dan gaan we even rekenen. Zeg maar, stel, u bent ondernemer en u heeft iemand een dienst en die betaalt u 100 euro. We houden het even simpel, dat mag best, hè? Sterker nog, dat zouden we altijd moeten doen. Dan gaat er zo'n beetje 50 aan af aan belastingen, pensioenpremies, collectieve lastendruk, en hou je 50 netto over. Dat denken we dan, 50 is zo'n beetje dat is, en dus 50 is de collectieve lastendruk. Dat is niet helemaal waar, want als je dat geld uit gaat geven, dan wordt er nog bekeuringen ingehouden, en rioolheffing, en btw, en accijns, en bijzondere bezuikverbelastingen, noem maar op. Dus je houdt eigenlijk maar 24 over. Dan wordt die collectieve lastendruk alweer wat hoger. Het is nog erger, want wat je niet ziet, is dat de werkgever genereus ook nog een stuk bijdraagt aan al die premies en belastingen en dergelijke, wat niet op jouw strookje staat. Nou, het wordt al erger, maar het is nog veel erger, want in die ondernemer van u werken een hele hoop mensen die er niet zouden werken als er geen regels waren. En geen complexiteit en geen nutteloze en niet noodzakelijke dingen. Je zou echt geen fiscalist hebben als het een beetje simpeler was met belastingregels. Je zou ook geen 8 salarisadministreurs hebben als je gewoon contant uit kon betalen. Je zou geen subsidioloog hebben als er geen subsidies waren die er echt niet toe doen. Met andere woorden, er komen nog een stukje kosten bij. Dat betekent dat de kosten voor een uurtje of een werknemer 138 zijn. Dat klopt ongeveer. Dat betekent dat de collectieve lastendruk is 138 min 24 is 114. En 114 gedeeld door 138 is 83%. Met andere woorden, de collectieve lastendruk, dingen betalen aan waarvan je afvraagt, ja, wat heb ik daaraan, is 83%. Is dat veel? Dat is veel. Van de landen, mag ik niet, maar er werken in 100 landen en ik heb dat dus een beetje uitgerekend voor de rest van de wereld. Wij zijn koploper. Deze winnen we. Number one, the winner. Dan vervolgens kun je zeggen, nog vrij zeggen, van ja, is dat veel? En dan is de vraag eigenlijk, ja, is dat veel? Wat krijg je ervoor terug? Dat is eigenlijk de vraag. Wat krijg je er eigenlijk in godsnaam voor terug? Behalve nog meer regels, formulieren en complexiteit. En dat is een goede vraag, want als we dit niet oplossen, en dit gaat nog verder, want het was niet zo lang geleden dat die 83% 79% was. Dan ziet u er straks als belastingbetaler, ziet u er gewoon zo uit. En het is nog erger dan 83%, want we hebben in het verleden ook nog een beetje geld schuld gemaakt. Die moeten we ook nog terugbetalen. Dus we komen richting 100% collectieve lastendruk. Dan mag je nog blij zijn als je er zo uitziet. Hè? Dus kan het ook anders? Ja, dat kan anders. Het kan veel simpeler. En dan ga ik alleen maar even een voorbeeld noemen, en deze is te vroeg. Een voorbeeld is, zeg maar, belasting. Stel nou eens
dat, weet u, nee anders, weet u hoeveel mensen er bij belastingambtenaren er zijn? Grosso modo, 30.000. Weet u hoeveel belastingconsulenten er zijn? Ook ongeveer 1.000. Weet u hoeveel bedrijfsfiscalisten er zijn? Veel. Weet u hoeveel mensen totaal bezig zijn met geld van u verplaatsen naar de overheid? Ongeveer 130.000. Wat kost dat? 13 miljard. 6% van de totale overheidsbegroting. Is dat nuttig en is dat noodzakelijk? Ja, in de huidige kaders wel. Maar kan dat niet anders? Natuurlijk kan dat anders. Als je al die regels afschaft en je doet alleen maar BTW, van bedrijf naar consumer, en that's it, en dat is 40% trouwens, heb ik ook uitgerekend, dan ben je er gewoon. Dan heb je één belastingambtenaar nodig, want je moet één keer per jaar dat percentage vaststellen, en de rest heb je niet meer nodig. En zo is het. Zo simpel is het. En waarom doen we dat dan niet? Daar kom ik zo op. Als je me gelooft, dan is er nog iets ernstigs aan de hand. En dat is namelijk met onze jaarrekening. En die publiceren we en er zit een goedkeurende verklaring bij. Maar dat is fout. Al die jaarrekeningen zijn fout. Al die goedkeurende verklaringen zijn grofstoffelijk fout. Want wat is de grootste kostenpost in de jaarrekening? Personeelskosten. En wat doet een bedrijf als het even wat slechter gaat? Ja, die flikkert het personeel uit. Maar als dat nou eens anders op zouden schrijven. En we zouden daar niet bij personeelskosten schrijven, maar bij collectieve lastendruk. Wat doe je dan? Dan moet je daar iets aan doen. Maar dat doen we niet. Klopt dat macro-economisch? Dat klopt macro-economisch helemaal geen donder van. Dus we nemen dagelijks met z'n allen domme besluiten. Besluiten die erin resulteren dat we geen waarde toevoegen. Dat nog meer mensen dingen gaan doen die er helaas niet toe doen. Even kijken waar we gebleven waren. Een ander voorbeeld. En dat gaan we niet uitwerken, want daar heb ik geen tijd meer voor. Maar dat heeft te maken met geld. Er zijn mensen en instellingen die hebben een overschot. En er zijn mensen en instellingen die hebben een tekort. Is dat rechtvaardig? Daar hebben we het op een ander moment over. Daar kun je van alles van vinden. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat moet zeg maar gematcht worden. He, dus die overschotten en tekorten. Sparen en lenen, betalingsverkeer. We gaan het niet uitrekenen. Maar weet u hoeveel mensen daarmee bezig zijn? Met dat simpele procesje. In beurzen, in banken, in pensioenfondsen, in verzekeringsmaatschappijen. Simpel een beetje beschuiven met geld. Kan dat niet een beetje slimmer en handiger en dergelijke? Dat is een ander voorbeeld. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken waarmee we kunnen voorkomen en heel simpel kunnen realiseren dat we niet meer bezig zijn met dingen die er gewoon niet toe doen, die ook irriteren. Denkt u bijvoorbeeld dat er een discussie was geweest over Panama Papers, of oeverloze discussies over de hypotheekrenteaftrek, over Starbucks, als we alleen maar BTW hadden gehad? Ik denk het niet. Ik denk het niet. We waren er gewoon niet geweest. Lekker relaxed, hè? Minder nieuws, kun je gewoon een film kijken. Hoef je daar niet aan te ergeren. Maar het gebeurt niet. En dat is natuurlijk bijzonder. Het gebeurt niet. Het kan dus ongelooflijk simpel. We kunnen alles oplossen. Pensioentekorten oplossen. Vrije tijd oplossen. Als we gewoon een beetje slimmer zijn. Een klein beetje slimmer. En dat gebeurt niet. En ik heb het net ook al gehoord. Ik ben opgeleid als accountant. En de belangrijkste reden dat het niet gebeurt is gebrek aan vertrouwen. Ik ben ook getraind en gedrild van vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Het is de grootst mogelijke onzin. Je leert trouwens ongelooflijk veel onzin op school. En dat heb je dan niet in de gaten, maar neem belastingrecht. Dat is echt zonde van de tijd. En zo zijn er nog een hele hoop anderen. Maar ja, van die 6 jaar dat ik gestudeerd heb, en als ik nu terugkijk, dat had ook in 1 jaar gekund. Want de rest doet echt niet toe. Die boeken heb ik in de open haard geflikkerd. Economie. Vertrouwen is goed, maar controleren. Dat is dus complete onzin. Het is echt onzin. Zonder vertrouwen ontstaat er namelijk helemaal niks. En als er dus geen vertrouwen is, is er niks. En als er niks is, is er ook niks te controleren. Het probleem is dus echt van ego, mijzelf. We zijn een beetje dom. Ego, hebzucht, gebrek aan vertrouwen. Laten we dat vertrouwen eens even ietsjes verder uitdiepen. Hè? Dat we dat echt goed begrijpen. Niet blind vertrouwen, hè, maar smart trust. Neem eens iemand in gedachten. Die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Iemand of iets. Ja? Is dat iemand die niet liegt? Is dat iemand die afspraken nakomt? Is dat iemand of iets die u onvoorwaardelijk respecteert om de materie deskundigheid? Is dat iets of iemand die zijn emoties showt, die toont, die echt is? Is dat iemand die niet met de ene hand geeft en met de andere hand graait?
Wie had u in gedacht? Overheid? Pensioenfonds? Bank? Ik denk het niet, hè. Er zit dus iets niet goed. Er is iets mis met die kaders. Dan is er nog iets lastigs. En dat is, gaat ook niet goed. Er is, als je dit wil, en dat kan, dan is er iets nodig van visie, maar ook iets van daadkracht en besluitvorming. Ik weet niet hoe u dat doet, maar in een onderneming van, zeg maar, waar ik werk, werken 4000 mensen. Die ga je niet alle 4000 om hun mening vragen. Je kunt niet met 4000 man een toilet witten, is het wel? Maar in bijvoorbeeld de Europese Unie proberen we dat wel. We hebben gewoon met 4000 man in het toilet staan en we zorgen er ook voor dat er geen schilder bij is. En als we dat nou maar volhouden, dan wordt het echt heel erg lastig. En zorg er gewoon dat er één schilder staat en dan komt het echt wel voor elkaar. Dus samenvattend, als we echt willen, dan kan het. Dan kunnen we een veel menswaardiger bestaan hebben. Als we stoppen met nutteloze en niet noodzakelijke dingen doen. En die zijn er heel veel. Ik heb niet alles genoemd waar ik aan denk. Maar dan zullen we wel een beetje slimmer moeten worden. Naar Tom Poes luisteren. Zoals Olivier Bommel, ook een beetje domme vent zoals wij met z'n allen. Maar uiteindelijk luistert hij wel. Leest die strips maar, dat is echt helemaal geweldig. En we zullen dus bij alles wat we moeten doen afvragen, zijn we brood aan het bakken of lucht? Geen lucht, daar hebben we echt niks van. Niks aan. Hè? En we moeten het simpel houden. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? We maken het zo ingewikkeld en moeilijk gebaseerd op wantrouwen. En dat is dus de allerbelangrijkste basis onder dit hele verhaal, is vertrouwen. Echt vertrouwen. Niet blind, maar smart trust. Daar ontbreekt het enorm aan. En dat kunnen we georganiseerd krijgen als we dat echt willen. En er moet natuurlijk een keuze zijn. Er moet een keuze zijn. Want als u belasting betaalt en u ziet die prijs, dan denkt u, het zal wel. Je kunt er toch niks aan doen. Maar je voelt wel dat het niet goed is. Het klopt geen donder van eigenlijk. Dat voel je wel. Maar je doet er niks mee. En dat betekent dus dat wat we nodig hebben, is lef. En mekaar. En dat betekent dat we niet op moeten geven. Beetje doen als deze kikker. Prachtig voorbeeld. Over de dierenwereld sowieso een prachtig voorbeeld voor een hele hoop dingen. En waarom zouden we dat nou allemaal doen? Is er een goede reden om dat te doen? En natuurlijk is er een waanzinnig goede reden. En die reden is dit. De toekomst. Let's do it. Dank u wel.